ik nodig nu uit. Vanuit Hoofddorp, niemand minder dan Owen Venlo. Owen, goedemorgen. Monique, mooie intro. Iwan, goedemorgen luisteraars, goeiedag. En ja, wist u dat, hè? Het is weer zover, woensdagochtend. En ik heb zitten nadenken, ja, altijd natuurlijk van tevoren, als je dit programma, een column voorbereidt, moet je altijd doen. Dan zijn er een heleboel problemen die in Nederland en in Suriname spelen. En dan moet je een selectie maken, kijken welke van die problemen wil je dan behandelen. En van tijd tot tijd dan zoek ik bij alle problemen die wij hebben, algemeen als mensen, maar zeker bij de problemen die wij in het bijzonder hebben als Surinamers, de rode draad. Dan zoek je die rode draad, dan zoek je eigenlijk het aspect dat bij al onze problemen naar boven komt. Dat noemen we de rode draad. Zit overal in. En toen heb ik zitten nadenken. Het gaat met ons niet zoals het had kunnen gaan. Suriname, Surinamers. Wat is de rode draad in die situatie? Het gaat met ons, Surinamers, niet zoals dat had kunnen gaan. En wat is de rode draad? Waardoor komt het dat we nog niet bereikt hebben wat we hadden kunnen hebben bereikt? En als dat aspect er wel was. En luisteraars, ik dacht, dat ga ik vandaag met u bespreken. Dat aspect dat bij ons Surinamers de rode draad is, dat alles wat wij doen beïnvloedt, soms positief, soms negatief, meestal negatief, dat aspect is gebrek aan saamhorigheid en onderlinge solidariteit met elkaar. Suriname, Surinamers. En u weet van mij, luisteraars, Iwan, ik ben, niet alleen door mijn studie, maar vooral ook door mijn politieke ervaring, heel lang in de Partij van de Arbeid, daardoor, en mijn werk ook, beleidsadviseur, minderhedenbeleid, iedere keer merk je dat dat aspect, geen saamhorigheid, geen onderlinge solidariteit, ons opbreekt. Heel vaak willen we dat eigenlijk niet erkennen. We willen het niet eens zien. We willen het niet eens benoemen. Terwijl we gevoelsmatig weten dat het, dat op dat terrein, saamhorigheid, onderlinge solidariteit, onderling iets niet klopt. U weet van mij, luisteraars, dat ik eigenlijk de afgelopen 30, 40 jaar alle Surinaamse en politici en Surinaamse in Suriname, maar ook in Nederland, een pleidooi hou voor diaspora-beleid. Je diaspora, dat zijn jouw landgenoten die in het buitenland wonen. De Surinaamse diaspora zijn de Surinamers die buiten Suriname wonen. De kern van diaspora-beleid is wat ik u net noem. Saamhorigheid en onderlinge solidariteit met elkaar hebben. Eigenlijk heb ik op de honderden spreekbeurten die ik in Nederland heb vervuld voor de PvdA, heb ik heel vaak vergeleken diaspora-beleid, kan je het beste vergelijken met cement. Cement houdt de boel bij elkaar, die stenen, dat huis. Diaspora-beleid is het beste te vergelijken met cement.
het houdt de boelen bij elkaar. Zoals Job Cohen van de PvdA, oud-burgemeester van Amsterdam, het uitdrukte. Je moet de boel bij elkaar houden. Dat is de kern van diaspora-beleid. Daarom ook, luisteraars, daarom ook hebben wij, met wij bedoel ik de Partij van de Arbeid, ik was net aankomend in de Partij van de Arbeid, ik had me net gemeld, ik dacht dat het ergens was in 72, 73. En toen begon ik mee te draaien in de Partij van de Arbeid. En dan kan ik me nog goed herinneren, ik dacht dat het in Oesgeest was een keer, Partij van de Arbeid, vergadering. Ik voor het eerst kennis maakte met Den Uyl. Joop Den Uyl, de partijleider van de Partij van de Arbeid. En Den Uyl zei tegen mij, 72, 73, wat jammer dat zoveel mensen weggaan uit Suriname vanwege de aankomende onafhankelijkheid. En terwijl jullie die mensen wel nodig gaan hebben, hard nodig gaan hebben in de toekomst. Dus ik zeg tegen Den Uyl, Joop, we tutoyeren elkaar altijd in de Partij van de Arbeid. Joop, dan moeten we dus een voorziening treffen, dan moeten we dus iets doen om dat makkelijker te maken, om die mensen terug te laten keren om Suriname te komen helpen opbouwen. Ik was dat ding daarna een beetje vergeten, tot ik door iemand in de PvdA, ik weet niet meer wie dat was, of het nou Jan Pronk was of iemand anders, mij werd geattendeerd op een artikel waarin stond, de toescheidingsovereenkomst moest er komen, toescheiding van nationaliteiten. Wie werden Surinamer en wie bleven Nederlander? Dat er een artikel was, ik heb het vaker genoemd, dat artikel. Artikel 5, lid 2, toescheidingsovereenkomst 1975. Waarin stond dat de Surinamers die in Nederland waren bij de onafhankelijkheid, die dus de Nederlandse nationaliteit bleven houden, twee rechten hebben. Eén, te alle tijden onvoorwaardelijk, onbelemmerd toegang tot Suriname, dus geen visum. En het tweede recht wat vastgelegd is voor de Surinamers in het buitenland, in Nederland eigenlijk, maar ook natuurlijk ook in het buitenland. Dat tweede recht was, als we in Suriname zijn, dus geen visum om naar Suriname te gaan, en als we in Suriname zijn, een gelijke behandeling moesten wij dan krijgen als de Surinamers in Suriname. Ik noem gemakshalve dit artikel 5 lid 2 van de toescheidingsovereenkomst het diaspora-artikel. Dat is de basis voor diaspora-beleid, maar het moet dan wel uitgewerkt worden door de Surinaamse regeringen. Artikel 5 lid 2. Diaspora-beleid. Wat voor beleid ontwikkel je, maak je voor je diaspora, voor je Surinamers in het buitenland? En luisteraars, nog steeds, ik begrijp nog steeds niet hoe het kan dat Surinaamse geen van de Surinaamse politieke leiders sinds 1975 diaspora-beleid, nationaal diaspora-beleid heeft ontwikkeld. Dus eigenlijk zeggen alle politieke leiders in Suriname tegen de Surinamers in het buitenland, doei, we hebben jullie niet nodig. Als je geen diaspora-beleid ontwikkelt, vastlegt
in een diaspora beleidsplan, dan geef je daarmee aan, ik heb dat hele diaspora heb ik niet nodig. Dus de groep Surinamers in het buitenland, met een geweldige gemiddelde opleidingsniveau, met behoorlijke ervaring, en vooral met liefde voor het land Suriname, die groep Surinamers in het buitenland, die jou als land sky high kunnen brengen, daarvan zeg je, heb ik niet nodig. En dan maak ik even de link met mijn eerste opmerking. Saamhorigheid en onderlinge solidariteit. De kern van natievorming. Dat hebben geen van de politieke leiders in Suriname willen doen. Ik zeg het precies zoals het is. Ze hebben het niet willen doen. En hoe komt het? Mijn persoonlijke ervaring. Ik heb natuurlijk veel contacten gehad met Surinaamse politici. Van minister-president, president, tot en met parlementsleden en gewone leden van politieke partijen in Suriname. En iedere keer weer verbaast het mij hoe weinig solidair wij met elkaar zijn. En dan heb ik me afgevraagd steeds weer de afgelopen 40, 50 jaar. Meestal als ik dan thuis kom, 's avonds, hebben contacten gehad met mensen, besprekingen gehad, de politieke toestand, de Tweede Kamer. Dan vraag ik me 's avonds af, sommige dingen af, van hoe kan dat? Hoe komt dat? En op het punt van saamhorigheid en onderlinge solidariteit heb ik altijd één conclusie moeten trekken. En die conclusie was, er is nog steeds, saamhorigheid en onderlinge solidariteit is ons niet geleerd. Want luisteraars, mensen, volwassen mensen, kunnen alleen wat hen geleerd is, of wat ze om zich heen hebben zien gebeuren. Wat ze niet geleerd is als kinderen, weten ze en doen ze ook niet als volwassenen. En dan ga je terug naar, hoe was het dan toen ze kinderen waren? School, buurt, vereniging. Dan zie je dat dat beroerd was. Althans, aan saamhorigheid en onderlinge solidariteit met elkaar is op school niets gedaan. Dan krijg je een volk dat geen saamhorigheid kent en geen onderlinge solidariteit kent. En populair gezegd, een volk dat als los zand aan elkaar hangt. In de politiek gebruiken we wel eens een beeldvorming die ik vaak op Surinamers van toepassing verklaar. Wij Surinamers, daar in Suriname en in het buitenland, ook in Nederland. Wij Surinamers kan je het beste vergelijken met een kruiwagen met kikkers erin. Wij zijn die kikkers. Die kruiwagen wil jou omhoog rijden. Maar zodra die kruiwagen met die kikkers, met ons dus, begint te rijden, springen die kikkers alle kanten op uit die kruiwagen. Dat zijn wij, Surinamers, Surinamers. Zodra we het land, het volk omhoog willen brengen, springen ze alle kanten op weg uit die kruiwagen, verlaten die kruiwagen, verlaten diaspora. En kijk waar we nu zijn. Kijk waar wij nu zijn.
Surinamers, ook in Nederland, Surinamers in Suriname. Suriname is nu een van de armste landen in Zuid-Amerika. Wie had dat ooit kunnen denken? En toch is het gebeurd. We zaten erbij, we keken ernaar en we lieten het gebeuren. Ik kom straks iets specifieker terug op Suriname. Ik hou bij dat eerste stukje van mijn column nog even bij Nederland. Voordat ik dat doe, nog even de link. Samenhorigheid, onderlinge solidariteit. Met elkaar, even Nederland. Surinamers in Nederland. Samenhorigheid, onderlinge solidariteit. We hebben vroeger in Nederland hier gehad een inspraakorganen voor de verschillende belangrijkste etnische groepen. Marokkanen, Turken, Surinamers, Antillianen. Maar op een goed moment heeft de Nederlandse regering gezegd, die categoriale instanties willen we niet meer. Alle groepen moeten gebruik maken van de gewone inspraak. In hun dorp, in hun wijk, in hun bestuur, in hun buurt, in hun sector. Oké. Ons inspraakorgaan van toen heette SIO, S-I-O, Surinaams Inspraakorgaan. Waar Roy Ashroof werkte, bekende Suriname hier, en waar Roy, twee Roy's, Ho Ten Soon, oud-burgemeester, de laatste voorzitter van was, van het Surinaams Inspraakorgaan, SIO. Via dat SIO hadden we nog enige invloed op de politiek. Zowel de landelijke politiek, regering, als de plaatselijke politiek, provinciale staten en gemeenteraden. Maar, zoals ik u net zei, de regering heeft besloten geen aparte organen, inspraakorganen meer. De inspraak van alle groepen moeten ze doen via de algemene inspraak. Die er voor iedereen is bij elk beleid, bij elke gemeente, bij provincie en bij rijk. Eigenlijk had ik toen gedacht en gehoopt dat Surinaams inspraakorgaan wordt afgeschaft. Wij gaan als Surinamers in plaats daarvan een eigen professioneel inspraakorgaan, samenwerking, inspraak, overleg, creëren. Dat hebben we niet gedaan. Van Roy Ashroof, van het Surinaams inspraakorgaan, weet ik dat het CEO, de mensen die daar waren en werkten, had gehoopt dat er een transformatie zou komen, maar dat er een inspraakorgaan zou blijven, Surinaams inspraakorgaan. Dat is niet gebeurd. De vraag waarom niet, kom ik weer op het punt wat ik u net noemde, omdat wij niet hebben geleerd wat saamhorigheid en onderlinge solidariteit is. Dus we hebben dat hele Surinaamse inspraakorgaan laten eindigen, niets daarvoor in de plaats gemaakt, willen maken. Je moet het willen. Het gebeurt niet zomaar. Je moet het willen en dan actie ondernemen en een visie hebben op hoe je het wilt. Dus kortom, toen begon eigenlijk de afbraak van alle Surinaamse instellingen. Waarom? Want, luisteraars, als je geen manier vindt om samen te werken met elkaar, saamhorigheid, onderlinge solidariteit, op een professionele manier je organiseert als groep, dan ga je het met geen enkel probleem redden. Want je hebt niets om erop terug te vallen.
Je hebt geen organisatie. Marokkanen hebben het wel, de Turken hebben het wel. De Zwitsers hebben het niet. Wat de Marokkanen en Turken gedaan hebben, hadden wij ook kunnen doen. Na die inspraakorganen die afgeschaft zijn, hebben zij, Marokkanen en Turken, wel hun organisatiegraad opgelift. Door goede structuur te kiezen en goede onderlinge solidariteit, saamhorigheid, onderlinge solidariteit te maken. Niets gebeurt vanzelf. Je moet dingen willen. Beleid ontwikkelen, visie hebben en het maken. En waarom ik u dit noem, dat komt omdat het niet goed georganiseerd zijn, dus niet weten en praktiseren saamhorigheid en onderlinge solidariteit, dat niet praktiseren, dan zegt de andere kant, dat is soms de gemeente, dat is de provincie, dat is de minister in Den Haag. Zodra de andere kant merkt dat je niet goed georganiseerd bent, ben je verloren. Want daardoor komt het spreekwoord verdeel en heers. Het is makkelijk voor de andere kant, ongeacht wie die andere kant is, het is makkelijk voor die andere kant om de boel naar zijn hand te zetten, dat de boel doet wat die andere kant wil. Wanneer jij als ene kant verdeeld bent. Want dan gaat die andere kant die mensen inschakelen die het geluid laten horen van die andere kant. En niet van jou. En luisteraars, ik doel op de organisatiegraad dus van Surinamers in Nederland. Die is slecht tot zeer slecht. Dat heeft tot gevolg dat wij, Surinaamse gemeenschap in Nederland, om te beginnen, doordat wij van onze politieke leiders in Suriname niet geleerd hebben wat saamhorigheid en onderlinge solidariteit is, hebben we niet geleerd, want in Suriname hebben ze geen diaspora-beleid ontwikkeld. En de kern van diaspora-beleid is samenhorigheid als volk, waar je ook in de wereld bent, en onderlinge solidariteit als volk, waar je ook in de wereld bent. Hebben we niet geleerd. Onze politieke leiders in Suriname hebben ons dat niet geleerd. Niet in Suriname en niet in de relatie Surinamers binnenland in Suriname met Surinamers buitenland. Saamhorigheid Noordee is ons niet geleerd. Is ons op school niet geleerd. Als jongeren, als kinderen. Basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Is ons niet geleerd als volwassenen door de politiek. Dus we hangen als losstand aan elkaar en bereiken daardoor zoveel minder dan we nu hadden kunnen bereiken. En dat werkt door in letterlijk alles. Wanneer je als volk, Surinamers, niet goed, dat wil zeggen professioneel, georganiseerd bent, dan ga je een heleboel dingen niet redden. Een heleboel dingen gaan gebeuren die eigenlijk niet in het belang zijn van jou als groep. Ook voor individuele personen van die groep. Maar omdat je geen professionele organisatie hebt, belangenbehartigingsorganisatie, is er niets waarop je kan terugvallen als het even tegen zit, als het even moeilijk is, of als adviseur hoe uit bepaalde problemen te komen. En dan helemaal niet functionarissen die namens jou als
bij een minister of in Den Haag of bij de gemeente of bij de provincie of op een andere manier jouw belangen kan behartigen en bespreken en verdedigen. Als je dat niet hebt, en dat hebben wij niet, we hebben wel mensen die dat doen, maar dat zijn niet nationaal voor de hele groep georganiseerde, professioneel functionerende personen. Dat zijn personen die voor groepen binnen onze groep, groepen daarbinnen opkomen, maar niet de hele groep representeren. Want een onderdeel van goed georganiseerd zijn is ook, u ziet het elke dag op televisie, dat je je eigen vertegenwoordigers in die gemeenschap kiest. En dat je een bestuur kiest. Dat een ledenraad een bestuur kiest. En dat dat bestuur een directeur voor die organisatie benoemt. Die professioneel gaat functioneren om de belangen van de groep, in dit geval Surinamers, te behartigen. In Den Haag, maar ook overal elders waar het nodig is. Dat betekent, luisteraars, dat wij Surinaamse gemeenschap in Nederland een speelbal zijn geworden voor eigenlijk politiek en alle andere belangrijke instituties in Nederland. Ik kom straks op Suriname terug, op hetzelfde aspect. Dan is de vraag, maar wat hadden wij dan toen die categoriale organisaties werden afgeschaft, wat hadden wij dan moeten doen? Luisteraars, wij hadden toen direct bij elkaar moeten komen en zeggen, die speciale organisaties zoals CIO, dat stopt, Surinaams Inspraakorgaan Utrecht. Wij willen dat die belangenbehartiging moet doorgaan en beter zelfs. Dus wij gaan een structuur bedenken, nieuwe structuur voor die inspraak, belangenbehartiging Surinamers Nederland. En luisteraars, als u vaker luistert, dan weet u van mij dat ik een grote voorstander van ben, van een federatie. Waarom een federatie? Omdat een federatie eigenlijk de beste vorm is om met elkaar samen te werken, terwijl je toch ook verschillende andere opvattingen hebt over verschillende onderwerpen. Een federatie biedt iedere organisatie in die federatie de ruimte om de eigen dingen op een eigen wijze te doen, maar de gemeenschappelijke dingen, belangenbehartiging, worden door een federatiebestuur gedaan met een directeur, professionele directeur en een staf, een kantoor, waar die federatie zit. Dat is de weg om te komen tot samenwerking, onderlinge solidariteit, samenhorigheid, georganiseerd, zodat het iedere dag kan functioneren, iedere dag kan werken naar die samenhorigheid, onderlinge solidariteit, op een professionele manier. Dat hebben we niet gedaan. En dat betekent, heeft betekend de afgelopen tijd, ik heb u net gezegd, sinds de onafhankelijkheid van Suriname, hebben onze politieke leiders dat niet gedaan. In het Surinaamse onderwijs hebben we niet geleerd wat saamhorigheid en onderlinge solidariteit is. In Suriname hebben we ook niet geleerd dat je met elkaar moet samenwerken. Ook als je verschillen hebt, etnisch of op een andere manier verschillen hebt, kan je met elkaar in één organisatie samenwerken om voor alle groepen het beste eruit te halen. Hebben we niet gedaan in Suriname.
hebben we niet gedaan in Nederland. En ik geef u een voorbeeld, luisteraars. Eigenlijk zijn er een heleboel voorbeelden, maar ik geef u een niet zo lang geleden ontstaande situatie. Rondom excuses slavernijverleden. U weet, december 22 heeft Nederland excuses aangeboden de slavernijverleden. Premier Rutte heeft toen op een hele korte termijn, één maand, in november 2022, heeft hij aangekondigd dat die excuses er zouden komen. En in december 22, een maand later, heeft hij die aangeboden. En we hebben het allemaal kunnen zien. Het moment waarop premier Rutte zei, in november 22, ik ga excuses aanbieden slavernijverleden. Tot die tijd heeft hij altijd gezegd, viel met hem niet te praten. Maar goed, hij kon het niet meer tegenhouden, want wij, Afro's en onze organisatie, hebben druk op de ketel gezet, zowel bij Zwarte Piet afschaffen, als bij excuses slavernijverleden. Dus Rutte had geen keus. De druk werd groot. En toen heeft Rutte, nog steeds niet helemaal ontrafeld, luisteraars wat mij betreft, een soort monsterverbond gesloten met president Santokki. En dat monsterverbond van Santokki en Rutte kwam er hierop neer. Rutte gaat excuses aanbieden, slavernijverleden, punt uit. Vanuit Nederland, punt uit. Door een verhaal te vertellen, een reden te houden, punt uit. Wij, Surinamers, Afro-Surinamers met name, slavernijverleden, in Suriname, en Afro's in Nederland hadden vanaf het moment waarop Rutte heeft aangekondigd, er komen excuses slavernijverleden, hadden wij 1000 vragen, opmerkingen over wanneer, hoe, op welke wijze, door wie, gaan die excuses worden aangeboden. En we hadden een heleboel wensen. Door wie? Wij vonden de koning. Waar? Wij vonden plaats delict. Dus in de gebieden waar die slavernij heeft plaatsgevonden. Waar het bloed heeft gevloeid van onze Afrikaanse voorouders. Dan ga je daar excuses aanbieden. Viel met Rutte niet over te praten. De rituelen die wij Afro's graag zien vanuit onze voorouders, onze Afrikaanse spiritualiteit, heeft Rutte geen enkele rekening mee gehouden. Santokki al helemaal niet, want het gaat niet om India, het gaat om Afrika, dan is Santokki niet thuis, was hij ook niet. Dus wat heeft Rutte met Santokki afgesproken? Ik ben nog een paar dagen, december 2022. Ik ben nog een paar dagen, Santokki dus, voorzitter CARICOM. Gewoon excuses doordrukken en geen rekening houden met de wensen vanuit de Afro-gemeenschap. Dat heb ik Santokki ernstig kwalijk genomen. Dat neem ik hem nog steeds heel erg kwalijk. En later, nu ook, hebben we begrepen, Santokki, die koerst richting herstelbetalingen. En dat wil hij niet alleen voor de inheemsen en de Afro's, dat wil hij ook voor alle andere contractarbeiders. En dat zeggen wij als mensen uit de Afro-gemeenschap, no way,
Dit gaan wij dus niet pikken. Dan kom ik terug op het thema vandaag bij mij, namelijk organisatiegraad Surinamers is zowel in Suriname als in Nederland heel slecht. Want, luisteraars, als de Surinamers, laten we even bij Nederland blijven, als de Surinamers in Nederland een goede organisatiegraad hadden, dan hadden ze een organisatie, het liefst een federatie. En die federatie had dan toen, Rutte zegt, ik ga excuses aanbieden, had die federatie de hele boel georganiseerd op een professionele manier om af te dwingen van Rutte en Santokki dat er rekening gehouden werd met onze wensen als Afro-gemeenschap. Wie gaan excuses aanbieden? Waar gaan ze excuses aanbieden? Op welke wijze, welke rituelen gaat men in acht nemen? President Santokki gaat naar India en knipt en buigt op grond van de Indiase spiritualiteit. En frustreert, als het om onze spiritualiteit gaat, Afro, dat gebeurt bij zo'n uitermate belangrijk moment als excuses, slavernijverleden. Ik vergeef het Santokki nooit meer dat hij dit zo heeft doorgedrukt met Rutte, zonder rekening te houden met onze wensen, verlangens, die we toen duidelijk hebben geuit. En dat wij dat niet hebben kunnen tegenhouden, luisteraars, komt omdat we niet goed georganiseerd zijn. We weten niet wat saamhorigheid en onderlinge solidariteit is. En op dat soort momenten komt het aan op saamhorigheid en onderlinge solidariteit. En als je jou dat niet is geleerd, dan ga je dat ook niet kunnen toepassen op die momenten waarop het nodig is. En dan gaat de andere kant, in dit geval Santokki en Rutte, die gaan verdeel en heers toepassen. Die gaan hun zin doordrukken. En dan zijn wij nergens. Dus kortom, mijn pleidooi is om nu met spoed te gaan werken aan die organisatiegraad, zowel hier onder de Surinamers als in Suriname. En ik hou niet van vage verhalen en toestanden. En mijn advies en mijn voorstel is, ga werken aan een federatie van Surinaamse instellingen. Een federatie van Surinaamse instellingen biedt aan elke instelling voldoende ruimte voor het eigen geluid en eigen aanpak. Alleen de gezamenlijke belangen kan je dan het beste behartigen via een bestuur van zo'n federatie en een directeur van zo'n federatie die daaraan gaan werken. Dat is het enige wat ik vraag. Want, en dan kom ik tenslotte wat Nederland betreft op het punt van actualiteit nu, namelijk de ongedocumenteerde. Een van de dingen die wij ook aan de orde gesteld hebben wij na de excusesaankondiging Rutte, is het zou geweldig zijn als Nederland bij gelegenheid van de excuses slavernijverleden, de Surinaamse ongedocumenteerde, de illegale Surinamers in Nederland, een speciaal pardon zou geven, dus zou legaliseren, dat er geen Surinamers meer in de illegaliteit zijn. Omdat de regering kon verdelen en heersen, geen solidariteit en geen saamhorigheid onder de Surinamers, hebben we ook dit punt toen, rondom de excuses slavernijverleden, niet kunnen afdwingen. Luisteraars,
U ziet een concreet voorbeeld hoe wij, als we beter georganiseerd waren, bij gelegenheid van excuses slavernij verleden december 2022, hadden kunnen zorgen dat de ongedocumenteerden, de illegale Surinamers in Nederland, alsnog een speciaal pardon, dus niet een generaal pardon, want dan zou je een heleboel andere illegalen moeten meenemen. En dat is niet onze eerste zorg. Onze eerste zorg is de Surinaamse illegalen, de Surinaamse ongedocumenteerden. We hebben het niet kunnen redden, simpelweg omdat onze organisatiegraad onvoldoende is. Dus als het erop aankomt, en toen kwam het erop aan, december 2022. Maar omdat we niet goed georganiseerd zijn, heeft de Nederlandse regering allerlei Surinamers gemobiliseerd, zogenaamd gesprekken in Den Haag. Verdeel en heers. Waardoor dus er geen professionele belangenbehartiging heeft plaatsgevonden. Allerlei Surinamers zijn uitgenodigd hun mening te geven in Den Haag over die excuses. En niemand heeft ingebracht wat wij het liefst wilden. Ik heb u zo net genoemd rondom die excuses slavernij verleden. Hoe die excuses gaan worden aangeboden, door wie, op welke wijze, welke rituelen. En het punt wat ik u net noem, het legaliseren van de groep illegale Surinamers als ex-Nederlanders, heleboel. Daarom doe ik weer een pleidooi. Kom alsnog tot een betere organisatiegraad. En wat Suriname betreft geldt hetzelfde, want het is één volk dat eigenlijk niet goed geleid en begeleid is via Surinaams Nationaal Diaspora Beleid. Het is niet ontwikkeld, dus we zijn niet geleid en begeleid als volk. En in Suriname speelt hetzelfde. Het volk is niet geleid en begeleid. Terwijl dat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. Op grond van een uitspraak van het Inter-Amerikaans Mensenrechtenhof. Namelijk dat Suriname de grondenrechten van inheemsen en Afro's, tribalen, moet gaan regelen. Want die inheemsen en die tribalen hebben ook recht op financiële middelen om hun gebieden te ontwikkelen in het binnenland van Suriname. Wat doet Suriname? Wat doen alle Surinaamse regeringen? Ze geven allerlei concessies en vergunningen uit. Bedrijven en maatschappijen maken winsten met producten uit die gebieden van die inheemse en de tribalen. Miljarden verdienen ze. En alle miljarden worden gebruikt voor Paramaribo, Nikeri, misschien nog een kleine Mungo of zo. Maar in ieder geval niet voor het binnenland van Suriname. Het binnenland van Suriname hebben alle Surinaamse regeringen willens en wetens verwaarloosd. De gelden die Surinaamse regeringen verdiend hebben met concessies en vergunningen in de gebieden van de inheemsen en de tribale Afro's. Al die gelden, al die miljarden hebben Surinaamse regeringen niet eerlijk verdeeld. Het binnenland is schromelijk achtergesteld. Achtergebleven. Op alle vier terreinen. Weten, wonen, werken, welzijn. De vier W's. Weten, educatie, onderwijs, wonen, werken, arbeidsmarkt, welzijn. Gezondheidszorg en ander welzijn. Dat hebben dus alle Surinaamse regeringen de afgelopen 70 jaar veroorzaakt. 17 jaar lang na de uitspraken van het Inter-Amerikaans Hof. 17 jaar, dat was in 2007. 17 jaar lang niets gedaan. Dan zou ik zeggen,
op het thema van mijn column tegen de inheemse organisaties en de tribale afro's. Dan zou ik ze adviseren. Steek de koppen bij elkaar. Maak een federatie van inheemse en tribale afro-organisaties. Als je dat niet doet, en dat hebben jullie tot nu toe niet gedaan, ga je je belangen in Suriname, inheemse afro's, tribale, nooit goed kunnen behartigen. De afgelopen 17 jaar, luisteraars, hebben al aangetoond dat zonder een federatie de belangen van de inheemse en de tribale afro's niet optimaal kunnen worden behartigd. Gewoon simpelweg, om te beginnen, het geld wat nodig is om zo'n federatie op te zetten, had je allang moeten eisen van de Surinaamse regeringen, want dat was een van de onderdelen van het Samaka-vonnis. Want men heeft al die jaren op jullie traditionele woongebieden concessies uitgegeven en vergunningen uitgegeven en geld verdiend. Een deel van het geld moet ten behoeve van de inheemse en de tribale worden besteed. Is niet gebeurd. Moet je nu alsnog opeisen met terugwerkende kracht. Dus aan het einde van mijn column zeg ik tegen alle Surinamers in Suriname, in Nederland, ga je organiseren in een federatie. Net als Amerika een federatie is, al die 51 of 52 Amerikaanse staten hebben hun eigen beleid, hun eigen ding, maar als federatie worden de gemeenschappelijke belangen behartigd door het federatiebestuur, de regering van Amerika in Washington. Zo kunnen wij ook met een federatieve structuur, een federatie van in Nederland, een federatie Surinaamse organisaties oprichten. In Suriname een federatie van inheemse en tribale afro-organisaties. Om de belangen van jullie, van ons, zo optimaal mogelijk, snel, professioneel, te behartigen, vooral dit laatste is belangrijk, professioneel. En aan de Surinaamse regering tenslotte zeg ik, zo teleurgesteld, Santokki heeft beloofd, mij persoonlijk beloofd, als ik president word, komt er een directoraat diaspora-beleid onder buitenlandse zaken. Hij heeft die belofte niet nagekomen. En dan zeg ik, dat is de hoofdoorzaak waardoor alles in Suriname de afgelopen 50 jaar is mislukt. Geen diaspora-beleid, geen saamhorigheid, geen onderlinge solidariteit met de diaspora-Surinamers in het buitenland. Dan ga je dus achteruit kachelen en dan ga je van de ene ellende in de andere ellende komen. Wij, mensen uit de diaspora, zijn geen avonturiers. Wij komen alleen helpen in Suriname als er beleid is, nationaal beleid en professionele contracten met ons worden gesloten. Als dat niet het geval is, geen beleid, geen professionele contracten, gaan wij niet naar Suriname komen om te helpen. Dat is mijn boodschap aan ook de nieuwe Surinaamse regering die er gaat komen. Ga analyseren en ga kijken en ga eindelijk wat je overeengekomen bent, artikel 5 lid 2, toeschermingsovereen, ga het eindelijk uitvoeren. Dan zal je zien dat Suriname in 10 tot 15 jaar een topland wordt met diaspora-beleid, nationaal diaspora-beleid, een topland met een topvolk. Het kan, we kunnen het en we zullen het, maar we moeten wel professioneel aanpakken. Dat was mijn column, Iwan, voor deze woensdag. Ik hoop dat de mensen die dit horen, dat die er iets mee doen. Want ja, je adviseert. Maar ja, als men je adviezen links laat liggen, dat doet men dus al, ik heb u gezegd,
40, 50 jaar ben ik al actief. Men luistert niet. En iedere keer gaat het weer fout. Maar dan praat men het goed. Men gaat, als ik zeg, Singapore heeft laten zien hoe je in 40, 50 jaar van een klein, arm ontwikkelingsland een topland kan worden, dan begint iedereen, of de meeste, ja, maar Singapore is niet Suriname. Ja, maar dat slaat nergens op. Je moet een wil hebben. Wil je een topland worden, dan moet je bepaalde cijfers realiseren. En als je dat wil, dan kan je die cijfers realiseren in 10, 15, 20 jaar. Het kan. Maar je moet het willen. Die cijfers zijn cijfers import-export. De cijfers over de productie, nationale productie. De cijfers over inflatie. De cijfers over invoer-uitvoer. Hè? Dus kortom, cijfers over werkgelegenheid, armoedebeleid. Dat zijn allemaal cijfers. Die moet je halen. Wil je een topland worden over 10, 15 jaar? En vanaf nu, ieder jaar, een stukje van die cijfers naar boven halen. En dat kan wat Suriname betreft, tenslotte, Iwan luisteraars, dat kan wat Suriname betreft alleen met een zakenkabinet bestaande uit allemaal topmanagers. Een schaduwzakenkabinet kan je voor de verkiezingen maken en dat schaduwzakenkabinet inzet maken van de komende verkiezingen in Suriname. Ik kom er vaker op terug, nu ruim een jaar voor de verkiezingen kunnen we daar rustig over praten. Hoe dat kan, hoe dat moet. En we kunnen het. En als we het willen, dan kunnen we realiseren dat er een zakenkabinet komt. En dan komt het, tenslotte, een zakenkabinet van allemaal topmanagers met afstand tot de politiek. Want de ellende in veel landen, ook in Nederland, is veroorzaakt door de politiek, ook in Suriname. Dat was mijn column voor deze week. Iwan, luisteraars. En de volgende week zijn we er weer. En dan pak ik weer een paar items die van belang zijn voor ons. Prima. Bedankt voor het luisteren. Owen, bedankt. En tot de volgende keer. Aboeng, brasa voor jou, brasa voor de luisteraars. Ja, dankjewel. Ja, beste luisteraars. En dat was dus de column van Owen Venlo. Even rust en we gaan daarna weer verder.